Je zag hem al verschijnen in de unboxing, maar hier is hij dan ook eindelijk in Gamers Netgear. En jawel, het staat in de titel, we geven hem ook weg. We hebben het deze week over de Speedlink Maxter Stereo Headset. Aangeschoven is Amador Prado, onze nieuwe soort van Gamers Netgear man. Inmiddels alweer je vierde, vijfde stukje gear of zo? Denk het. Zoiets. In ieder geval, welkom. Jij bent aan de slag geweest met de Speedlink Maxter. Dit is overigens de PlayStation 4 versie. De PlayStation 4 versie, je ziet het nergens aan. Ja, en ook eigenlijk kan hij natuurlijk in alles, want de aansluiting is gewoon één enkele vierpolige 3,5mm jack. Dus hij kan ook gewoon in je mobiel of eigenlijk in je Xbox controller, in je PC als die zo'n poort ervoor heeft. Kan allemaal. Maar het is in ieder geval een stereo headset en dan vragen wij ons meteen af, hoe is de kwaliteit daar maar door? Behoorlijk goed. Ja? Ja, ik ben best wel verbaasd over hoe goed het klinkt. Hij is namelijk maar 15'tjes, dus dat is de adviesprijs. €50 valt reuze mee. Dus een beetje medium budget race. Ja, ik heb hem een beetje vergeleken, want ik heb een stereo headset thuis ook liggen van Plantronics. Uh-huh. 400 rig. En die is ongeveer dezelfde prijs en dat vind ik by far de beste die er is, een stereo headset. Ja. Voor de prijs. En ik vind dat Speedlink er toch wel redelijk tegenaan tikt met deze Maxter. Ja, dus overigens ook weer een nieuwe headset van Speedlink, ook in de nieuwe stijl. Want ze hebben een nieuwe huisstijl aangenomen, een nieuwe website, nieuw logo, alles. Nieuwe doosjes en zo ook in de schappen. Hij is aardig strak. Hij doet een beetje in hoe hij eruit ziet, komt hij voor mij over als een beetje het SteelSeries design. Ja. Wat SteelSeries met de Siberia headset natuurlijk heeft gedaan. Twee van die banden en een soort van hoofdband die automatisch adjust omdat er een soort van elastiek in zit of een soort van scharnier waardoor hij altijd een soort van op je hoofd probeert te rusten. Zweven, ja. Als een wolkje. Ja, het voelt niet alsof hij echt drukt, dus dat is wel fijn. Hij is alleen wel gigantisch hij groot. Hij is echt bizar groot. En dat is eigenlijk ook een van de weinige punten waar ik een beetje jammer vind, want ze hebben gedacht van hoe groter hoe beter bij meerdere punten, want ook het kastje om alleen volume en de mute knop. Die is weer zo ouderwets groot. Die is de inline controls. Ja. Dat kan ik me nog wel herinneren van een oude Rockat headset. Dat er ook echt zo'n heel doosje was. Terwijl je denkt, van, dat kan ook heel subtiel. Precies. Zoals bijvoorbeeld Razer het ook doet. En met deze headset heb ik het ook. De headset zelf is ook gewoon eigenlijk te groot, durf ik eigenlijk wel te zeggen. Want Nou, hij paste niet op mijn hoofd in de unboxing. Merkte ik dat die niet helemaal lekker aansloot. Omdat gewoon die banden te groot zijn. Ja. Maar bij jou ook dus niet? Hij sluit niet helemaal af. Alhoewel dat niet heel erg veel uitmaakt dat je veel geluid nog van je omgeving binnenkrijgt. Want je kan hem ook echt bizar hard zetten trouwens. Neck speakers. Nee, ja, precies. Maar hij is gewoon echt te groot en dat is af en toe jammer. Hij zakt niet af of zo, maar af en toe heb je wel het gevoel dat je lijkt hem kwijt te raken. Ik weet niet hoe ik het moet beschrijven. Ja, dat hij op te weinig punten sluit hij een beetje aan op je hoofd eigenlijk. Waardoor je hem vergeet, maar niet op een goede manier. Het is heel raar om uit te leggen, maar hij is gewoon te groot. Als ik hem echt maar op zijn max zou uitrekken, dan kan ik echt de doppen hier onder mijn kin krijgen. Hij is gewoon geschikt voor hele grote hoofden. Ja. Voor gewoon grote gamers. En dat is eigenlijk het enige punt waarvan ik denk van ja, dit hadden ze iets beter moeten uitdenken. Want ik vind het ophangsysteem, om het zo te noemen, vind ik heel prettig zitten. Hij knelt niet en er komt het is een beetje een bewezen concept. Je ziet meer merken ongeveer met dat suspensiesysteem werken inderdaad. Precies. Maar wat mij vooral opvalt is dat ze voor €50 best wel veel soort van premium elementjes erin kunnen Hij ziet er ook gewoon mooi. Ik ga hem er gewoon even afhalen. Ja, maar er zit hier aan de binnenkant zit een mooi honingraadstructuurtje in het rood. Ja. Hij zit ook lekker. Het is natuurlijk niet echt leer, maar een beetje zo'n mesh. Het is een puur leer, polyuretraan. Precies. Nou, maar ook een gewoven kabel met een gevlochten leuk zwart-rood element. Dat vind ik wel netjes, want voor €50 zie je heel vaak dat soort dingen niet verschijnen. Nee, klopt. De afwerking is gewoon heel premium. En voor €50 heb je echt het idee dat je wel iets duurders hebt gehaald. En dat is natuurlijk wel een fijn gevoel als klant dat je denkt van, daar ben ik toch mooi mee weggekomen voor €50. Ja, maar dat is Speedlink's MO natuurlijk, dat is een beetje hun motief. Ze proberen in ieder geval high-end gaming apparatuur te geven voor een wat lichter prijsje. Dat zie je denk ik hierin ook wel terug. Ja. Het is gewoon betaalbaar, maar je krijgt wel gewoon fatsoenlijke audio-kwaliteit ervoor terug. En weet je, dat suspensiesysteem, het is dan wat groot afgesteld, maar ik denk dat als je hoofd erop past, dat dit voor €50 wel een hele goede budgetkoop is. Ja, daar ben ik het echt helemaal mee eens. Inderdaad, als je een wat kleiner hoofd hebt, zoals Tom, dan is dit misschien niet helemaal de
de headset voor jou. Want als je Master Chief bent, wel. Want ja. Dan sluit hij wel goed aan, zo te zien. Of een redelijk rond hoofd zoals ik. Maar buiten dat, er zit ook gewoon een warm geluid in. Er zit een goede bas in. Hij niks overheerst of zo. Dus niet dat je denkt van de balans klopt niet. Het is gewoon goed voor een stereo headset. Ja, het zijn ook 50 mm drive. 50 mm ja, drive. Dus dat is ook al wel voor 50 euro 50 mm krijgen. Is ook alweer een soort van... Weet je wel, die heb je dan wel mooi in de pocket. Nou, het zou gek zijn als er kleine drivers in zitten in zo'n groot ding. Ja, ja de earcups zijn echt te groot om te denken, daar zit een kleine driver in. Ja, precies. Ze moeten toch iets in die ruimte huizen. Ja, daarom. Maar voor de rest, Speedlink heeft met de Max er toch wel een goed product op de markt gezet. En na de veel besproken stuurtje is dit wel weer een heel goede, ja, een goede revanche van ze. Dit is een goede comeback naar de Trailblazer inderdaad. De Trailblazer hoort ook nog bij, weet je, dat was het stuurtje wat we een klein beetje afgekraakt hebben van Speedlink. Dat is natuurlijk ook van de oude Speedlink lijn, hè? Dus dat is nu, dat is done deal, ze willen een nieuw imago krijgen. Ja, ze beginnen goed, dat is wat ik ze kan meegeven. Ze beginnen goed en voor 50 euro heb je echt een heel mooi headsetje. Je moet alleen nog wel één ding erbij pakken en dat is natuurlijk wel, er zit een microfoon op ingebouwd. Ja. Dat kun je er ook niet van afhalen. Nee. Maar we zijn natuurlijk wel benieuwd naar hoe een microfoon klinkt voor 50 euro die in een headset geïntegreerd zit. Dus Amador, take it away met de microfoontest. Nou, bij deze de mic test voor de Speedlink Maxter. En zoals je kan horen, het is inderdaad nog steeds een 50 euro mic. Maar hij doet het op zich wat hij moet doen. Je kan een beetje ruis op de achtergrond horen. Het is een omnidirectional mic, dus hij filtert niet de omgeving af. En dat is misschien een beetje jammer, maar voor 50 euro kan je het eigenlijk ook niet verwachten. Voor de rest doet hij wat het moet doen. Je moet er niet mee gaan streamen, maar voor de online gamen met vrienden is dit een prima mic. Nou, zodoende, daar hoor je het. Dat is ongeveer hoe de microfoon klinkt. Vind ik niet erbarmelijk. Het kan ermee door. Hij pakt af en toe wel veel ruis op. Maar, Hij is natuurlijk ook omnidirectional. Hij heeft niks van noise cancellation. Hij heeft geen noise cancellation. Maar ja, nogmaals, weet je moet het beoordelen voor het is over 50 euro. Kan je het eigenlijk bijna niet verwachten dat het nee, precies. Maar daarom zeg ik ook, het is niet erbarmelijk. Maar het is ja, weet je kunt er prima mee communiceren in een game. Maar dat is heel vaak wat we zeggen. Je moet er geen stream of zo mee gaan runnen. Nee, dat zeker is, dat zou iets te karig zijn waarschijnlijk. Nee, voor je standaard game headsetje of om muziek te luisteren zelfs. Want je kan hem dus ook, wat ik zei, op je mobiel doen. Al loop je wel een beetje voor lul als je met de dingen in de bus zit. Hij is wel heel groot ervoor. Maar het is gewoon een prima headset. Ik heb eigenlijk weinig op aan te merken. Behalve dan de grootte. Maar... Ja, nou goed. Denk je dat jouw hoofd wel de juiste grootte heeft? En wil je hem winnen? Dan kun je dus gewoon meteen hier doen bij GamersNetGear. Laat even hieronder in de reacties weten waarom je hem zou willen. En hoe je hem zou willen winnen. En weet je wat, doe eens creatief. Dan maak je meer kans. Maar het mag ook gewoon zijn met een leuk verhaal. Een goed gedicht. Weet ik veel. Maak een foto van je kapotte headset. Maakt ons niet uit. Maak hem kapot onder... live. Ja, maak live je eigen headset kapot. Dan maak je waarschijnlijk, hopelijk, meer kans. We hebben er eentje liggen. Dus niet nou allemaal gaan doen. Want we kunnen niet al jullie headsets gaan vergoeden. Nee, maar dat zou wel leuk zijn. Ja, weet je wat, verras ons zou ik zeggen. Maar dat was het in ieder geval voor GamersNetGear. Ik hoop dat de mensen ervan genoten hebben, dat ze er iets wijzer over zijn geworden. En misschien dat een waardige gamer met een wat forser hoofd hem mee naar huis mag nemen straks. Dat zou helemaal mooi zijn. Dus laat het weten. En thanks Amador voor het aanschuiven. Yes, thanks Tom. Wil je er alles over weten, er komt misschien nog een geschreven review van. En anders dan zien we je wel weer terug bij de volgende GamersNetGear. Elke dinsdag op gamersnet.nl met de laatste tech hardware gadgets. We doen het allemaal. Zo goed zijn wij. Dus. Even dat schouderklopje. Ja.